U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Een prachtige dag vandaag met flink wat zon, ook wel wolkenvelden die overtrokken. En die wolkenvelden zijn een voorbode voor wat er nog meer aankomt. Op de satellietfoto kunnen we ze ook zien. Ze trekken van zuid naar noord. En wij moeten vooral naar het gebied boven Frankrijk kijken om te zien wat voor weer er aankomt. En ja, dan kun je al optellen en aftrekken. En eigenlijk op je tien vingers natellen dat daar behoorlijk wat staat te gebeuren. In de loop van de namiddag en avond neemt de kans op buien toe. En die buien komen vanuit het zuiden eh, ons land binnenzetten. En morgen hebben we daar ook mee te maken. Tussendoor is het best af en toe even droog. En dan kan de zon ook nog even schijnen. En dan lopen de temperaturen ook nog flink op. Maar goed, morgen in de loop van de middag neemt dan de kans op stevige onweersbuien weer toe. Ook donderdag nog een aantal buien. En het blijft allemaal onbestendig. Met best wat betere momenten tussendoor. Maar zeker ook kans op felle buien. Buien met onweer, buien met hagel en. Buien met windstoten. Vanavond, vooral in het westen van het land en ook in het midden. In het oosten blijft het waarschijnlijk droog. Het is zeer zacht met 22 graden. En ook vannacht koelt het amper af. Minimaal liggen zo rond een graad of 14, 15. In het noorden nog een paar buien, dan van het zuiden uit opklaringen en tijdelijk droog weer. Morgenochtend ook nog een poosje droog, maar in de loop van de ochtend alweer nieuwe stapelwolken. En ook de kans op buien gaat weer toenemen. Waarbij het opnieuw kan onweren en waarbij ook hagel- en windstoten mogelijk zijn. Als de buien later. Komen, dan wordt het nog 28 of 29 graden in het oosten. Maar heeft de bewolking de overhand, wat ook zou kunnen gebeuren, dan zou de temperatuur iets lager kunnen uitpakken. Het kwik gaat sowieso omlaag de dagen daarna. Donderdag is het gemiddeld zo'n 23 graden. Vrijdag en zaterdag zakt het kwik langzaam verder tot net onder de 20 graden. We hebben te maken met buien. Donderdagochtend is het waarschijnlijk een poosje droog. En vrijdag zou de buienkans ook tijdelijk wat minder kunnen zijn. De wind blijft in elk geval uit een zuidelijke richting waaien. En de atmosfeer blijft onstabiel van opbouw. De temperatuur voor de langere periode laat zien dat het nou ja, rond de 20 graden blijft. Er zit een behoorlijke onzekerheid in. We zitten met de maximumtemperatuur zo tussen de 15 graden en net iets boven de 20. Nou ja, het gemiddelde ligt dan rond of net onder die 20 graden. Redelijk normaal, redelijk normaal meiweer. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.